Bijna 3 jaar nu voetbalt Alexander Büttner uit Doetinchem in Moskou, waar hij speelt bij Dynamo. Een gelukkig huwelijk is het niet geworden. In Rusland verdient de voetballer al jaren het grote geld, maar sportief gaat het niet meer goed. Dynamo degradeerde naar de tweede divisie door financiële problemen. Zijn vriendin, de 20-jarige Marleen uit Zelhem, stopte met school en ging met Alexander mee naar Moskou. Kom. Ze wonen met hun 2 Russische hondjes in een riant huis. Op een streng beveiligd park. Zeven zes voor mij. Nee, 6-6. 6-6, oké. Okay. Ja, is goed. Jij bent echt een valsspeler. Ik zei het toch, 7-6. Gefeliciteerd. Gewonnen. Yes! Kom maar. Schat, dat zeg ik tegen jou. Ja, wat zeg? Niemand wint van mij met pingpong. Direct achter de Doetinchemse volkswijk Kleintjeskamp, waar Alexander werd geboren, laat hij nu zijn droomhuis bouwen. Zijn moeder verhuist op verzoek mee en gaat ernaast wonen. Vader Christian heeft de leiding over dit project, waar zelfs een bioscoop bespreekbaar is. Een bioscoop van 150.000 euro. Ja, dat was zijn maximumprijs. Ja. Laat me horen. Apparatuur en bekleding, akoestische wandenbekleding. Ja, helemaal, hij maakt hem helemaal kant-en-klaar. Helemaal compleet, 88. 88? 88.000 euro, exclusief BTW. Dus een ton? En een ton, ja. Hier net verderop heb je ook een bioscoop zitten, laat door maar heen gaan. Ja. Nee, maar een ton dat ook niet. Nee? Nee. Ja, is wel grof, hè. Als een keer 60.000 euro is, dan maakt me niks uit. Ja, ja. Maar een ton. Zal ik hem wel een bericht sturen? Ja. In Zegiel heb de woonkamer ongeveer 100, 140, 150 vierkante meter. Nou, je ziet allemaal spots door het hele huis. Ik weet niet, moet de architect vragen, maar er komen ongeveer meer dan 200 spotjes door het huis heen. Nou, dit is dan ook allemaal woonkamer. Dat wordt ook woonkamer. Dan loop je hierheen. Gigantische grote keuken. Oh ja, daar is afgetekend, daar komt een open haard in de woonkamer. Hier komt ook een open haard. Dan ga je hier straks deze gedeelte in. Dat wordt straks nog helemaal bij aangebouwd. Daar komt dan een eetzaal. Hier komt straks een grote tafel te staan. Nou, wat is het nou, Alex, als hij in Nederland is? Bastert van familie, bastert van vrienden, van voetballers, alles. Dus dan ga je hier eten. Dan ben je als het ware verplicht om hier een grote tafel neer te zetten met 20 stoelen. Maar dat doe je niet. Dus wat krijg je nou dadelijk? Dan gaan er daar wat in de kamer zitten eten met een bord. Daar in de serre gaan ze eten met een bord. En hier heb je ze eten met een bord. Dus ik heb gedacht... We dachten om er gewoon een mooie eetruimte van te maken waar je een grote tafel komt met 20 stoelen. Dan ben je van het hele probleem af. Dus die komt hier gewoon helemaal aan. Alexander heeft zijn jongensdroom zien uitkomen. Profvoetballer worden, bij grote clubs en veel geld verdienen. De sport heeft zijn familie veel moois gebracht. Maar wat is overgebleven van het sportieve geluk van Alexander zelf? Vanuit Roemenië wordt Jordi Buijs opgeroepen, oud-voetballer van De Graafschap. Want in de avond is het game time. Oh.
Is wat hebben die wifi's. Ja, ik word hier helemaal nerveus van, want hij doet het niet. Aanpassen. Stop eens met je aanpassen. IE Service, zegt hij. Druk niks op aanpassen. Ja, en dan? Online instellingen. Ja. IE account. Ja. Klik daar eens op. Ja, dat probeer ik toch al de hele tijd, Pikkie. Dat doet hij dus niet. Hier ging hij altijd voetballen. En ja, dit pleintje. Ze doen het nou nog. De kinderen hier doen het nou nog. Ze gaan nou nog hier allemaal voetballen. En sommige keer kijk ik wel eens uit het raam en dan zie ik allemaal kinderen voetballen. En dan zie ik die van mezelf weer terug. Dan denk ik van, zo was het nou met die van ons ook. Toen ze nog zo klein waren. Pas geleden nog heb je nog de kinderen nog even hier op het plein gevoetbald. En dat vinden ze helemaal prachtig. Maar dan is het wel dit pleintje weer. Waar hij dan nu dan nog steeds voetbalt als hij hier is. Dus dat is wel leuk. Vroeger was hij wel heel ondeugend. En had hij zijn streken ook. Maar ja, dat hoort erbij natuurlijk als je jongens hebt. En dat was meestal met de bal. Hier een raam, daar een raam, maar het was meestal wel de bal. Na een opleiding in Amsterdam bij Ajax voetbalde Alexander 5 jaar met succes bij Vitesse. In zijn laatste jaar werd hij na een conflict met Vitesse teruggezet naar het tweede. Maar bij de fans was Alexander Büttner razend populair. In 2012 kreeg hij zijn droomtransfer naar Manchester United. De linksback scoorde zelfs tijdens zijn debuut op Old Trafford. En Kleintjes Kamp vierde feest. Oh, Büttner, mooi binnendoor. Nog altijd Büttner, nog altijd Büttner. Hij zit erin, Alexander Büttner. De Doetinchemswijk, Kleintjes Kamp, staat op zijn kop. Hij heeft zijn naam gevestigd op Old Trafford. Ik heb altijd aan het raam staan en dan vergeet ik dat ook niet. Dat toen ik 50 werd, dat hij de auto had gekocht en ik kreeg dan gewoon alleen dit kistje. En ik keek erin, maar ik snapte het eigenlijk nog niet. Maar er zat een sleutel in, totdat ik dacht van, oh, dat is een autosleutel. En dat vergeet ik nooit. Dat vond ik zo'n mooi gebaar was dat toen. En hij is gek op auto's, hè? Ja, dat wel. Ballen en auto's. Ja, dat is het. Ballen en auto's. Ballen en auto's. En op zijn vriendin. Is hij ook gek mee. Alex slaapt. Jij doet de honden 's ochtends. Ja. Maar ja, dat vind ik ook wel goed. Want ik weet niet als Alex het doet of hij het goed doet. Snap je wat ik bedoel? Dus. Want? Ja, hij is heel goed met de honden. Maar ik doe het liever zelf. Ik geef liever ze zelf brokjes. En ja, ik weet niet. Ik vind het fijn als ik dat zelf doe. Hoe breng jij je dagen door? Want Alexander is natuurlijk ook best veel weg. Soms in het uitwedstrijden wel 3-4 dagen, zei hij. Ja, maar ik kan heel goed alleen zijn. En ik heb natuurlijk gewoon 2 honden die heel gezellig zijn. Dus ik ga lekker met ze wandelen. Ik maak lekker een bordje eten voor mezelf. En ik ga gewoon lekker mijn ding doen. Wat mis je uit Nederland? Toch wel mijn familie, denk ik. Mijn vader, mijn moeder en mijn broer. Ja. Vriendinnen? Ja, ook. Alleen ik vind het, ja, ik weet niet. Dat vind ik anders. Ik hecht mij vooral heel erg aan mijn ouders en mijn broer. Vriendinnen, ja, daar app je een keer mee. Met mijn ouders ook wel, maar het is anders. Ouders zijn toch je ouders. Maar ik zei eerder altijd tegen mijn moeder of tegen mijn vader van, nee, later ga ik in de stad wonen en ik wil niet meer op de boerderij wonen. Maar toch waardeer ik de boerderij denk ik nu wel steeds meer. Het is wel fijn. Ik ben ook heel trots op dat ik daar geboren ben.
Dus. Het zou best kunnen dat Alex binnenkort weggaat bij Moskou. Loopt sowieso uit zijn contract. Waar zou jij graag heen willen hierna? Mij maakt niet uit. Nee? Ik volg hem. Ja? Ja. Overal, altijd? Ja. Onvoorwaardelijk. Ja. Dat klinkt wel mooi. Ja, maar het is ook echt zo. Ik ga overal mee heen. Ik vind mijn plek wel. Dat komt wel goed. Je past je overal aan? Ja. Maar dat vind ik niet erg. Ik vind dat ik... Daar ben ik goed in, dus ik heb geen moeite ermee. Goed zo. Als ik met mijn vader in de auto stap en ik ga naar Amsterdam, ik doe mijn ogen dicht en ik doe ze weer los en ik ben er al. Ajax heeft gewoon een grote naam. En ieder jongetje zal wel bij Ajax willen spelen. Dus dat is gewoon mooi. Dit is nou het derde seizoen van Alexander bij Ajax. Maar hij heeft heel Europa gezien. Dat is uniek. Hij is in alle landen geweest. Hij heeft toernooien gespeeld. Toernooien gespeeld in de stadions. Barcelona, noem maar op. Manchester United. 20.000, 30.000 toeschouwers. Dat is gewoon een happening. Als ik gewoon goed mijn best doe, krijg ik een heel mooi leven. Kan ik met al die jongens omgaan van het eerste van Ajax? Heb ik geld zat? Kan ik doen en laten wat ik wil? Dus. Ja, maar geld is niet het belangrijkste. Het is een uitkomst. Nou, dan had hij ook de wens uitgesproken, dat is designdeuren, dat is staatsdeuren. Nou, ik persoonlijk, ja, misschien ben ik van de oude stempel, maar persoonlijk hoeft dat voor mij niet. Maar ja, als dit huis helemaal allemaal, we hebben samen met de architect hebben alle offertes uitstaan. Ja, dan komen hier taartsdeuren, daar taartsdeuren, hier taartsdeuren, daar. Die taartsdeuren, ja, dan ben je toch, moet je rekenen op 3 ton. Alleen aan deuren? Ja, alleen aan deuren. Voor maar dat vindt hij mooi? Vindt hij mooi, ja. Nou, dat moet hij doen. Als hij dat mooi vindt, ja. Want alles kan? Alles kan, ja. Alles kan, hè? Ja, hij hoeft niet naar geld te kijken. Nooit? Dus nooit. Van zijn leven niet meer, natuurlijk niet. Alles ligt goed vast, alles is goed belegd, alles. Maar daar heeft papa wel, hè? Daar zorgt papa voor. Geen gekke dingen, niks. Dat is voor het tweede team, dat is voor het eerste. 11 uur hier zijn, 12 uur trainen en je kan om 1:30 eten. Dus dat snap je wel precies wat daar dan staat? Ik snap niet wat er staat, maar ik weet wel dat het er staat. Dit is mijn kamer. En wacht even, misschien kan ik er wel in. En dan kan je gewoon hier, heb je een bed. Ik zie nu dat ik een bed mis. Normaal gesproken staat hier ook een bed. Maar dat is denk ik omdat een ander team is hier op trainingskamp. Dus dan hebben ze meerdere bedden nodig. En voor de rest slaap je hier alleen een dag voor de wedstrijd. En soms als je 2 keer traint, dan slaap je hier. Vind je dat vervelend, dat je hier dan moet slapen en niet thuis? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, dat hoort erbij en dat doe ik nu al... 3 jaar en daarvoor bij Manchester United, zo, ja, je went eraan. Dit bad gebruiken ze meestal om de jongens die geblesseerd zijn, die gaan erin lopen. Er staat ook een fiets in als je het kan zien. Maar meestal ben ik wel te vinden in het jacuzzi. Dat is onder druk, hè? Normaal ben ik heel goed, hè. Ups. Dan komt hij weer.
Ups. En die staat erop, hè? Allebei, hè? Dat, weet je wat er gebeurde laatst? Ja. Moesten we hier foto's maken voor het team. Ja. Toen pak ik een bal daar. Toen wil ik hem gewoon weggooien, gooi ik hem precies erin. Staat er ook weer niet op. Kijk, de la. Atlista. Хорошо? Хорошо. У тебя? Хорош. Все. Нормал. Спасибо. Now you famous in Holland. В Голландии будут? Ты. Ага, да. Скажешь мало. Да. Op een industrieterrein in Doetinchem probeert broer Danny het merk Alexander Büttner verder uit te bouwen. Ook hij heeft door het voetbal een ander leven gekregen. We zijn hier bij het kantoor van AB Lifestyle, waar ik dagelijks werk en ook weekends. Jordi hier naast mij die werkt ook bij ons. Ik ben nu op het moment ben ik bezig met productiefoto's van de kleding. We krijgen binnenkort krijgen we een nieuwe kledinglijn. Deze vet daar. Met de fakkel. Je had hier nog geen smink op, hè? Toen we alles met smink toch? We hebben natuurlijk de naam van Alexander, mijn broer, gebruikt, AB. En ja, daardoor zijn we natuurlijk wel heel snel gegroeid in het begin. Want ja, het is niet makkelijk om zeg maar een eigen merk op te bouwen voor wereldwijd te verkopen. Dus ja, dat is echt een hele goede opstap geweest door dat Alexander ons daarmee heeft geholpen. Die dozen voor de winkel zijn allemaal ingepakt. Hè? Vandaag komen die emblemen binnen, toch? Ja. Deze is gaaf. Nee, deze. Vind je die niet mooi? Is deze beter? Die is later komt. Vorig seizoen zei hij van Moskou, nooit weer. Ja, hij heeft dan voor een half jaar heeft hij voetbal bij Anderlecht. Dat was een goed half jaar. En ja, Moskou wou hem toch niet kwijt. Want die wilde dit jaar kampioen worden. En ja, dat was geen keuze. Dus, hij was misschien ook wel een beetje te duur hè, voor veel andere clubs. Ja, Alexander is een dure speler. En ja, Moskou wou hem toch graag houden. Dus ja, heeft hij gewoon zijn leven daar weer opgepikt. Ja, Moskou is wel ver weg. Het is ook echt een wereld apart. Die mensen leven allemaal voor hunzelf. Niemand praat Engels daar. Alleen zeg maar de studenten. Is dat dan niet moeilijk voor hem? Zo'n familiejongen die het liefst allemaal bij jullie, bij jou in de buurt wil zijn? Hij heeft daar wel moeite mee gehad. Maar hij is daarmee leren omgaan. Want heel veel familie die vliegen ook over naar Moskou om bij hem te kunnen zijn. Ja, Marleen helpt hem natuurlijk ook overal mee. Is een hele goede meid. Ja, hij doet het. Dan stuur ik je nu uit. Doe nou eens even rustig. Nee, hij doet het. Hij doet het. Oh, hier ben ik blij mee. Dat was wel tijd. Dat is goed. Of nu omdat de camera staat, ga ik wel schieten. Kom met je camera. Kom met je camera, snel. Kijk, hier is. Hey, kijk even. Staat hij erop of niet? Wacht, nog een keer. Wachten. Nee, die pakken we nu voordat hij weg is. Ah, jongens, waar kan ik die zien dan? Hij gunt ook iedereen wat. Dan denk ik van, ja, laat ze het allemaal even lekker zelf doen. Maar dat is niet aan mij. Hij vindt het fijn om mensen te helpen en dingen te doen. Dus als hij dat wil, moet hij dat ook zelf weten. Daar bemoei ik me verder niet mee. Ik vind niet dat je dat altijd hoeft te doen. Ik vind familie nog weer wat anders dan buitenstaanders. Ik bedoel, van ze proberen het misschien wel, maar ja, waarom zou je het moeten doen? Ik vind van niet. Maar ja, dat is mijn mening. Hm.
Waarom ben je nou eigenlijk naar Moskou gegaan? Is dat vooral vanwege het grote geld, wat natuurlijk ook best heel logisch is? Ja, ik zal gaan liegen als ik zeg tegen jou dat ik niet voor het geld ben gegaan. Maar het is niet alleen voor het geld. En op dat moment dat ik hier teken, hadden we natuurlijk een supergoed team. Met Valbuena, Kurani, Ducjak, Douglas en al die jongens. Dus ja, dat was gewoon, dat sprak mij aan. Toen ik hier ging kijken, wist ik niet wat ik moest verwachten. Mensen verwachten toch, ze horen niet goede verhalen over Moskou. En dat was bij mij ook het geval. Totdat ik hier ging kijken. En ja, ik had het ontzettend naar mijn zin. Alles klopte ook in het contract. Ja, en toen heb ik ervoor gekozen om hier te gaan voetballen. Een hele grote club. Nou, maar dat ging het eerste jaar ging het uitstekend. Alex zou zelfs aanvoerder worden. En dan komen ze op de voorbereiding en iedereen is ontslagen en ze zijn geschorst voor 3 jaar voor Europees voetbal. Champions League voetbal. En alle buitenlanders moeten weg, want die drukken naar de begroting. Dus Dynamo Moskou zit met 300 miljoen schuld. Een hele nieuwe reorganisatie is er gekomen. Trainers allemaal weg, medische staf weg, bestuur weg, alles is weg. Maar diep in zijn hart had hij toch het liefst hier in de buurt gespeeld? Ja, ja. En niet in het verre Moskou? Nee, ja, maar Moskou, dat vergissen jullie in. Moskou, ik ben overal geweest. Het is de mooiste stad op de wereld. Echt en veilig, helemaal niks. Dat is maar super. Qua voetbal? Qua voetbal, Russische competitie is een van de beste competities hoor, van Europa. Maar is wel gedegradeerd. De wanbeleid. Heel veel luxe heb je om je heen. Je hebt al heel veel gedaan, ook voor je familie de afgelopen jaren. Maar ben je zelf happy? Ik ben zelf happy, altijd. Ik bekijk alles altijd heel positief. En, ja, laten we eerlijk zijn. Kijk om je heen, ik heb een goed leven en mijn familie heeft het goed. En, ja, waarom zou ik dan niet gelukkig zijn? Dat ben ik zeker. Maar maakt geld ook gelukkig? Nee, maar ik heb het niet zozeer over geld is nu voor mij geen punt meer. Het is, ik wil nu lekker wat ik zei, ik wil lekker weer gaan voetballen, mezelf op de kaart zetten en lekker Europa in. We hebben aanbiedingen uit Europa, genoeg aanbiedingen. Dus we denken dat we in Europa gaan spelen. Het wordt ook tijd dat hij weer een beetje in de spotlights komt, hè, hier. Ja, ja. Ja, maar die jongen heeft alleen maar pech gehad. Kijk, bij Manchester United, we hebben 6 weken geleden hebben Ferguson nog gesproken. En die heeft gezegd dat Alex, als ik hier trainer was gebleven, was Alex gewoon de linksback gebleven hier. Ja, maar door dat gedoe met Van Gaal en zo, ja, dat Alex kon er wel blijven. Maar waar had ik in vertrouwen in Van Gaal? Je wil voetballen. Ik voetbal hier wel weer de laatste weken. Maar dat is niet mijn niveau. Het is in de tweede divisie. Je moet soms 8 uur vliegen voordat je bij een uitwedstrijd bent. Je moet 8-9 uur in de bus zitten. Ja, dat hou ik niet vol. Dat doe ik niet voor de tweede keer. En gelukkig hoeft dat ook niet meer. Maar nee, zoals ik allemaal zeg, ik heb het mooi gehad hier. Ik ben lang hier geweest en 3 jaar. Veel meegemaakt. Goede dingen en mindere goede dingen. En dan denk ik dat je daar alleen maar sterker van wordt. En ik ben nu, zoals ik al zei, ik ga een nieuwe stap maken. Misschien denken we wel van, nou weet je wat het is? Ja, fuck you met geld. Een jongen heb geld zat. Dus we gaan hier lekker, ja, wie weet gaan we wel naar Vitesse. Of we kopen de Graafschap op. Gaan we de Graafschap opkopen? Met nog een paar spelers. Met Luc, met Siem. De Jong. Ja, kopen we de Graafschap op. Gaan we de Graafschap groot maken. Dat is wel een beetje grootspraak, Christian. Nee, maar, ja, maar wie weet. Wie weet, dat weet je maar nooit. Het is alleen jammer dat Guus Hiddink dat niet eerder doet. Want die man die willen nog trainers worden en ze zijn 70 jaar. Dat begrijp ik niet. Want als de postbode komt en die gooit bij Guus Hiddink de afschrift van de bank in de brievenbus. En het hondje loopt rond en ik krijg hem op de kop. Valt het dier dood. Zoveel let hij erop staan. Ja. Dat was ook heel bijzonder. Gingen we met een
Hoe noem je zoiets? Privévliegtuig. Privévliegtuig met z'n tweeën naar Ibiza. Dat was heel leuk. Maar ook wel spannend in zo'n vliegtuigje, vond je niet? Nee. Ik vond het wel spannend. Maar het was ook echt, als je zeg maar iets te drinken wou of iets, dan ging ook één van hun twee het pakken. Ja. Oh. Ja, dat is wel grappig. En er moeten ook allemaal spotjes in, hè? Ja, ja. Niet te overdreven. Nee, nee, dat is van Wilma. Oké. Dat is van thuis hiernaast. Ja. Laat zien. Ja, Wilma komt ook in een mooi paleisje, hè? Hè? Die hebben het ook allemaal wel goed in orde. Wilma. Aan de achterkant willen we eigenlijk zo'n verander maken, een beetje hetzelfde idee als bij Alex is. Ja. Dat je een beetje gelijk mag. Ja, maar dit hier. Dat je hetzelfde gezicht hebt, hè? Ja. Ja, de woning mag niet hetzelfde. Die moet afwijken van de woning hier. Ja, maar goed. Dat moet niet hetzelfde worden, hè? Over een stuk of wat jaar zal die wel hier komen wonen. Dan komt hij daar wonen en ik ernaast. Maar dan alsnog vind ik het ver weg. Ik kan hem liever om de hoek hebben wonen. Het blijft mijn kind en daar hou ik heel veel van. Ik heb twee jongens, ik hou van allebei jongens evenveel. Maar de ene kan ik zo heen rijden en de andere moet ik vliegen. Die is heel ver weg. En dat is niet altijd even makkelijk. U mist hem? Altijd. Ik woon hier 32 jaar. En ik heb hier altijd heel fijn gewoond. Ik heb ook hele fijne buren en tegenoverburen. En iedereen ken ik en iedereen kan goed met elkaar opschieten. Dus het was voor mij echt nog van, pooh, dat weet ik niet. Even later heb ik erover nagedacht en ik ben eens bezig kijken en die dingen zo. En dan zet ik toch de stap. En dan ga ik ernaast wonen. Is hij blij mee, hè, volgens mij? Hij is er heel blij mee. Ja, hij vindt het heel fijn als ik ernaast ga wonen. Vindt hij heel fijn. We kunnen wel naar het Rode Plein gaan. Ja. Kan je ook mooi filmen? Ja. Als dat mag. En het is mooi met sneeuw. Ja. Maar wel 's avonds, dat is leuker. Toch? Ja, als het donker is. Als het donker, ja. Ja, dan is het ook veel mooier. Ja, ja. Dat kan wel. Hij is gewoon heel bijzonder. En wat hem zo leuk maakt, is dat ik hem nooit met hem verveel. Ik heb het altijd leuk. Ik heb het altijd gezellig met hem. Ik kan keihard met hem lachen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ze is lief. Zorgzaam. Ze staat altijd voor me klaar. Ze is altijd vrolijk. En ik denk dat ik dat toch nodig heb. En het maakt niet uit wanneer. Ze probeert altijd, altijd vrolijk te doen. En ze is er altijd voor mij. Dan nog dat ze, ja, wat ze voor mij over heeft. Het is toch niet makkelijk voor iemand om alles achter te laten en toch voor je vriend te kiezen. En dat heeft zij wel gedaan en ja, dat waardeer ik heel erg. Ik vind het ook heel mooi dat ik dat mee kan maken en ik denk ook dat dit... Ik heb altijd veel van de wereld willen zien en dit is natuurlijk, dit is mooi meegenomen. Dit is nou eenmaal zo, maar dat ik Moskou mag zien en Brussel ook, geweldig. Ja, vind ik heel mooi. En daarom krijgt ze ook heel veel liefde van mij terug. Het is gewoon een super mooi meisje en super lief. En ja, ik ben super gek met haar. Hey. Hij is ook helemaal van ijs. Hey. Spelen. Afgelopen weekend werd bekend dat Alexander Büttner na de winterstop niet meer terugkeert bij Dynamo Moskou. Zijn contract is met onmiddellijke ingang ontbonden.